Uitstelgedrag, Joris, dat is een van de kenmerken van mede-eigenaars, WMW's en raden van mede-eigendom. Een van de elementen om, om dat uitstel op te heffen is natuurlijk een datum stellen. Hè. EPC gemeenschappelijke delen nog vorige week uitgesteld, bijgestuurd. Voor gebouwen tot minder dan 15 woningen ja. Is er een uitstel. Ja. Voor 1 à 2 jaar. Ja, klopt. Dus maar ja, wettelijke bepaling en een datum, dat kan natuurlijk helpen. Kom ik bij jou, ja, statement. Wat is een geschikt moment? Wel, bijvoorbeeld zo'n EPC gemeenschappelijke delen. Maak daar geen last van, maak daar een lust van. Ja, inderdaad, het is veel gelegenheid. De bedoeling van het EPC gemeenschappelijke delen is ja. Om de vergadering van mede-eigenaars te laten nadenken over de toestand van het gebouw en waar gaan we ermee naartoe. Hm. Wat zijn onze echte interessante doelen die we kunnen gaan halen? Waar kunnen we meerwaarde gaan realiseren naar energiezuinigheid, duurzaamheid, maar ook al die appartementen gaan meer waard worden als ze later een goed EPC gaan krijgen. Hm. Dus dat is een uitgelezen moment. Het komt toch binnen. U bent het verplicht om het dan op te maken, dus het ja. Zal er toch zijn. Nu heb ik gedacht bij BTV, ja, waarom inderdaad niet van de laatste lust maken? En we hebben een uitgelezen product, de gebouwaudit, om eigenlijk op dezelfde moment met onze deskundigen naar het gebouw te kijken en te zien, ja, waar zijn er nog gebreken op wettelijk vlak? Eigenlijk op zijn minst is de syndicus ook verantwoordelijk voor het technisch beheer van zijn gebouw. En waar kunnen we nog op die manier, voor hem eens even duidelijk stellen, op deze manier heb je zwart op wit, op papier, specifiek van dat gebouw, welke de eisen nog zijn. Hmm. En ben je dus toevallig geen vergeten. En ik denk dat het vrij belangrijk is voor goed technisch beheer te doen, maar ook voor de mede-eigenaars, dat ze weten van kijk, ja, een belangrijk punt en soms wat onduidelijk is die brandveiligheid. Wat moeten we nu eigenlijk doen om in orde te zijn? We zien in het ene gebouw brandmoesters verschijnen, in het andere niet. Al nog lang het bouwjaar van dat gebouw is het allemaal verschillend. In onze analyse van de gebouwaudit wordt dat allemaal duidelijk, punt per punt, op papier gezet. En kan de syndicus dat heel eenvoudig neerleggen op zijn algemene vergadering. Hij informeert daar correct naar alle eigenaars. En het is dan niet maar om punt per punt aan te pakken en te zeggen, kijk, we gaan daar niet mee aan de slag, we gaan er iets mee doen. Ik kan er ook nog bij vermelden, de wettelijke keuring van elektriciteit, de liftproblematiek, alle documenten komen daar eens boven water en worden eigenlijk op die manier geanalyseerd en geauditeerd. Dat deed dan op de gebouwaudit. Hmm. Belangrijk punt, door het VK ook aangeduid, zijn die algemene delen specifiek bekeken op niveau gebouw volgens de nieuwe Vlaamse wooncodex. Mm. Dus op de codex wonen, waar er die gebrekenlijst is, wij overlopen die ook. We gaan dat apart doen, we gaan die gebrekenlijst overlopen en we steken dat niet in het wettelijk kader zoals dat momenteel voorzien is, maar we gaan wel rapporteren aan de algemene vergadering of zeggen, let op, want je gaat hier eventueel gebreken kunnen scoren in een bepaalde categorie van gebrek komen, wat een ongeschiktheid of onbewoonbaarheid zou kunnen teweegbrengen. Dus eigenlijk belangrijk, zeker ook voor mensen die investeren in een appartement, al een klein beetje opbrengst nog kan hebben, dat ze nooit niet in de problematiek komen dat hun appartement ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard door gebreken die zich zouden situeren in de algemene deel. Dus een extra vinkje, denk ik. Daarboven, commissiestaatmeting is goed georganiseerd kijken, daar ook een aantal dingen gaan rapporteren en meenemen. We zijn daar toch bezig, we zijn toch in het gebouw, dus we kunnen dat van eerste keer doen. Dat is misschien een antwoord op de vraag van meneer Frans Pakje. Als je er nog iets wil aan toevoegen, Frans, dan is dat zeker het moment om, even in te zoomen bij ons. Maar jij vroeg dus eigenlijk, hoe kan je best zo een conditiestaatmeting of liever een mediarondeuitspanning maken? Ik denk dat ik mag zeggen, Jelle en Joris, dat we erover eens zijn dat je dat best niet zelf doet als syndicus. Dat je dat volgens een norm of een herkenbare methodiek doet. Een N2767 is misschien een beetje zwaar op de hand, maar de EPC-gemeenschappelijke delen biedt een optie. En die Vlaamse wooncode. Aangevuld met ons document ja. Van de gebouwaudit. Proberen we ons goed te sparen. En Frans, het is eigenlijk ook qua kosten, want wat zijn de kosten eigenlijk bij zo'n audit? Dat is ter plaatse komen. Hè. Uiteraard iemand die daarvoor opgeleid of bekwaam is. En dan het rapport afleveren. Maar als je met EPC gemeenschappelijke delen zit of andere waarnemingen moet doen, dan is dat het moment om ook voor de VME daar denk ik de beste kostenbatenanalyse te maken. Mijn heer, klopt dat een beetje wat ik zeg? Ja, klopt. Ik ga nog één aanvulling geven. Ja. Dus als het mag. Frans, wou je iets zeggen? Nee. Ik ga nog één aanvulling geven. U weet het, het rommelt ook wat met asbest. Ja. En er gaat ook een asbestattest komen.
Maar ik zou voorlopig nog even zeggen, ik heb ook wel wat contact bij het OVAM. Wacht nog even tot alles daar goed georganiseerd is, om ook uw asbestinventaris eventueel te beginnen opvragen om te kijken, als je toch gaat een renovatieplan maken, neem ook die asbestproblematiek natuurlijk mee. Als je zegt wacht, wat betekent dat dan? Een jaartje ongeveer, denk ik. 22, ik geef men aan, medio 22 gaat die verplichting daar zijn, dan gaat dat duidelijkheid scheppen hoe een goede opgestelde asbestinventaris er moet uitzien. De asbestdeskundigen gaan tegen dan ook gecertificeerd zijn, die moeten gecertificeerd worden, momenteel is dat allemaal een beetje grijze zone. Maar tegen dan staat dat op punt. En de goede documenten om van eerste keer mee te nemen. Dus daar is nog, nou ja, we zitten toch volgend jaar nog met EPC gemeenschappelijke delen uit te voeren. Ja. Dus dat zal er waarschijnlijk wel zijn. Het is natuurlijk ook geen proces ja, dat vandaag of morgen klaar is, hè, want je zit met heel veel gebouwen. Telkens moet je natuurlijk naar die gebouwen die goedkeuring hè, krijgen. Je kan niet improviseren. Dan heb je ook nog de vraag van wat doen we met dit project? Hè? Wat doen we met die check-up? Gaan we daar actie ondernemen of niet? Want anders